zijn natuurlijk heel veel delegatievluchten, regeringsvluchten, die nog eens een keer bovenop het normale programma op Schiphol landen. Nou, dat betekent dat je in de drukke tijd niet alles tegelijkertijd kunt accommoderen. Dus wat we doen is, we hebben onze dienstregeling een stukje naar voren getrokken en een stukje naar achteren getrokken, waardoor we het allemaal wat meer verspreid hebben. Wat we wel in verband met de verkeershinder van de mensen vragen is zoveel mogelijk met openbaar vervoer te komen. En in ieder geval de KLM.com site in de gaten te houden, want daar staat de meest up-to-date informatie over.